De leden van Budo Club Bekendonk zijn blij dat ze de trainingen onder leiding van Bart van der Linden weer mogen hervatten. Niet in de sporthal aan de Otterweg, maar op het evenemententerrein in de buitenlucht. Ja, wij gebruiken het evenemententerrein. Zoals u hier kunt zien, eh, achter ons ja, is nu groepje 2 eh, van de Judo eh, aan het eh, lekker aan sporten. En wij zijn inderdaad vanuit eh, de hal naar buiten gegaan. En eh, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Judo is een binnensport. Maar ja, we moeten in deze bijzondere omstandigheden ja, moeten we ook denken aan bijzondere maatregelen. En als je kijkt hier nu hoe de kinderen toch lekker bezig zijn. En nou is het een relatief klein groepje, maar net hadden we 20 eh, judoka's hier, jonge judoka's staan. Ja, dan gaat dat toch eigenlijk hartstikke goed. Wij hebben voordat we buiten überhaupt mochten gaan sporten, een heel draaiboek moeten maken. En, uh, daar hebben we natuurlijk gekeken van wat zijn de richtlijnen van het RIVM. Die hebben wij eigenlijk uitgerold hier over deze omstandigheden hier. Uh, de, de ruimtes die we hier hebben. Dus we staan nu op het evenemententerrein. maar We hebben bijvoorbeeld ook toestemming gekregen om eventueel op het uh, parkeerterrein hier te mogen sporten. En dat hebben we allemaal in overleg gedaan met, uh, met de gemeente. Met de buursportcoach, met name. Dus uh, Donny van den Wildenberg heeft hier ook een hele belangrijke rol in, uh, in gespeeld. Nou, daar hebben we een heel plan van aanpak uh, geschreven. En dat uh, heeft uh, Donny uh, nagekeken en daar waar uh, nodig uh, wat uh, wijzigingen... In aangebracht en ik moet zeggen dat gaat nu eigenlijk perfect. Die heeft groen licht gegeven een paar weken geleden en we zijn nu voor het vierde weekend alweer lekker buiten aan het sporten. In het jaar dat de Budo Club 50 jaar bestaat, is dit wel een vreemde situatie, zo liet voorzitter Jordi Brouwers weten. Het zijn hele bijzondere omstandigheden. Het is sowieso voor de Budo Club een heel apart jaar. We bestaan dit jaar 50 jaar. We hadden deze maand heel veel activiteiten eigenlijk gepland, maar ja, de omstandigheden hebben erom gevraagd om alles eigenlijk te cancelen en volgend jaar gaan we het gewoon, gewoon inhalen. Dus dan doen we het over de veiligheid van, van iedereen van ons. Onze leden, van de vrijwilligers, etcetera. van iedereen is gewoon veruit het belangrijkste. Dus ja, dan is dat van onderschik belang. Nog enkele weken, dan is het zomerstop. Op de leden in het nieuwe seizoen binnen kunnen trainen, zal de tijd leren.